De Sloveen Roglic bezocht het Nederlandse Lotto NL Jumbo vandaag de overwinning. Hij pakte bergop zijn voorsprong en hield deze in de afdaling vast. We hebben het vandaag daarom over deze onderwerpen. Le Poursuivant onderzoekt in Frankrijk met welke verzetten de renners de berg ingaan. Rob Harmeling legt uit hoe je beter kunt leren afdalen. En met de prijsvraag is er een fietsendrager van Toolit te winnen. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar de Futurum Shop Tourflits. Bij mij vandaag Rob Harmeling. En gaan het vandaag hebben over een kunst binnen het wielrennen, het afdalen. Maar we gaan eerst naar Frankrijk, naar Le Poursuivant. Wanneer de renners de berg ingaan, betekent dat extra werk voor mechaniciens. Want in de bergen willen renners lichtere versnellingen. We vroegen aan Maurits Lammertink en Marco Minnaert met welk verzet zij klimmen. Gewoon 53-39 voor, maar wel een 30 achter. 39-30 is het kleinste wat ik heb. Kijk je in het routeboek en je ziet hele komen bergen aan, dus ik neem dit verzet? Nou ja, normaal rijden we al met de 28, dus nou ja, het is wel lekker als het rustig gaat, maar als het echt stijl is, dat je gewoon op het 30 gewoon nog een beetje cadans kan houden. Dat vind ik heel prettig. Ja, je kijkt naar het percentage van de klim en ja, als steile stukken zijn, dan kies je bijvoorbeeld voor een 36 of een 34, net als afgelopen zondag. Maar ja, ik denk vandaag dat zitten wel steile stukken in, maar ze zijn niet zo heel erg lang, dus dan kies ik voor net iets groter verzet. Hoe besluit je dat eigenlijk? Ja, dat is toch een beetje op de ervaring van de afgelopen koersen. Dan bepaal je welk verzet en ook voorkeuren. Niet iedere renner kiest hetzelfde. Dus. Hoe belangrijk is wel een ander verzet voor in de bergen? Ja, voor mij persoonlijk vind ik het gewoon lekker om cadans te kunnen houden. En ja, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. Nu zie je dat Froome die gaat zelfs geloof ik naar, wat was het, 36, 30 achter. Zie jij ook dat het steeds kleiner wordt? Ja, Froome heeft natuurlijk wel echt een hele hoge cadans, ook bergop nog. En, Dan kan ik me voorstellen dat hij het prettig vindt om gewoon met boven de 100 omwentelingen te kunnen blijven rijden. Ook als het gewoon rustig gaat. Is het ook iets waar jij ook op traint, op juist die cadans zo hoog mogelijk te houden? Ja, ik ben ook wel een renner die een hoge cadans heeft en dat vind ik wel prettig. Dus ja, en ik train er ook op. Ik probeer wel boven de 100 te blijven. Ja. Dat was ons item uit Frankrijk. Rob, afdalen. Deed je dat graag? Ja, heel erg graag. Ik was geen klimmer, dus ik moest tijd goed maken in de afdaling. En dat waren soms wel 3, 4 tot soms 5 minuten. En dat vond ik hartstikke mooi, want dan kwam ik bij mijn kopman Gert-Jan Teunis en dan tikte hij op zijn schouder en dan zei ik tegen hem, wat wil je graag drinken? En dan zei hij, wat doe jij hier? En daar haalde ik echt een kick uit. Ja, was je er ook echt goed in? Ja, ik was er ook echt goed in. Ik was een grote renner, een hardrijder, een zware renner ook. En de snelste dalers zitten gewoon elke achter. Die komen niet vaak in beeld. Dat zijn de sprinters die een hele goede stuurtechniek hebben. En ja, de hardrijders waar ik ook toe behoorde, dat zijn wel vaak de betere dalers in het peloton. Niet de klimmers, maar die zijn in beeld. Nu heb je ook bij nat weer, dan zie je vaak dat het peloton zich anders gedraagt. Ja. Wat voor verschil maakt het voor een afdaling? Nou ja, kijk, je rijdt op dunne bandjes. En daar kom je niet onderuit. Iedereen die pas begint met fietsen, die zegt ook dunne bandjes. En als wielrenner vergeet je dat gelijk. Dat woord neem je bijna niet meer in de mond. Maar het is wel de grip die je hebt. En in nat weer en met de witte strepen over de weg. Wordt de moeilijkheidsgraad gewoon groter. Je kunt gewoon wegslippen en dan wil je een afdaling niet meemaken. Maar afdaling en alles, bijna alles is trainbaar. Nou, dat is een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Wat zou je mensen voor tips geven, de recreatieve fietser, om beter te leren dalen? Nou kijk, je moet altijd dalen met de snelheid die binnen je vaardigheid past. Ik daal niet meer met de snelheden die ik toen, 20 jaar geleden, bereikte. Wat was die snelheid? Nu. Nee, toen? Toen, 110 plus soms. En nu? Tussen de 60 en de 80. En met de 80 raak ik bijna niet meer aan. Maar dan komt dat je wordt ouder, je gaat meer nadenken over, nou, daar ben ik eerlijk in, ik rijd nog met draadbanden. Geen tubes, draadbanden kunnen door hitte sneller rek rijden. Dus dan denk je, ja, als ik nou een klapband heb, dat wil ik niet meer. Maar dat dacht ik toen als profrenner totaal niet over na. Je schakelt gewoon alles uit, je had maar één ding voor ogen, zo snel en zo goed mogelijk beneden komen. Maar de tip die ik gewoon heb is, als je boven bent, de eerste plaats, je klimt met een binnenblad. Je gooit hem gelijk naar je buitenblad. Waarom? Maar als je met het binnenblad gaat liggen, je gaat dalen. Dan danst die ketting te veel. Dat wil je niet met de hoge snelheid, want dan kan die in de spaken gaan slaan. En de daaltechniek moet anders dan dat je ziet op televisie van de wedstrijdrenners. Want die hebben de hele weg afgezet. Maar wij mogen echt niet buiten de lijntjes kleuren. Nee. Want dan kun je een frontale botsing krijgen. Dus je moet anders leren insturen. En mijn tip is gewoon, spandeer er een keer een goede clinic aan. Ga zoeken wie dat zou kunnen.
Ik ken wel een paar mensen. Maarten Tjellingi doet dat heel erg graag. Ik mag dat zelf ook heel erg graag doen. Maar dat is wel de moeite waard om te leren sturen. Want dat is het mooiste van het fietsen. Ik denk alle factoren in het fietsen zijn trainbaar. Dank voor je toelichting, Rob. Gaan we naar de prijsvraag. Ja, wat kun je vandaag winnen? Dat staat hier op tafel, of ligt hier op tafel, het is maar net hoe je het bekijkt. Dat is de Thule Sprint 569 dakdrager, plus een voorwieldrager te waarde van €275. Ideaal om je fiets mee te nemen op vakantie. Hij is namelijk eenvoudig te monteren en zeer compact. Nou, wat moet je doen? Dat is de prijsvraag van vandaag beantwoorden en die luidt als volgt. Wie wint donderdag de tussensprint van de 18e etappe? Rest mij nog om jullie een fijne avond te wensen. Nou, vond je deze uitzending leuk? Vergeet de duimpjes niet en hopelijk zien we jullie dan morgen weer. Salut!